I feel like Al Pacino. Me only think about the Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada, original Dan Dada. Dan 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 Dada, original Dan Dada. Even achter de schermen. Facebook nog maar. Nu wordt alles gefilmd wat er vanavond uitgezonden wordt. Het wordt op tv uitgezonden hier in Roemenië en het wordt op een livestream uitgezonden op YouTube. Dus hier vechten alle mensen straks. Even een klein stukje achter de schermen. Oh,
en laat niet blok. Și a lovit, a încercat lovituri spectaculoase, deși este clar dezavantajat de înălțime, de alonjă și de experiență, nici nu mai vorbim. Da, este un luptător bun în acest moment. Stopping this thing, I think it's just too risky to let this thing go on anymore. Let's get another look at it. Watch this. He's kind of like chasing him down. Bam! And a big kick to the head. He falls right between the ropes, and you see the way that he fell out of the ring. He smacked the back of his head on the concrete floor, and that is very dangerous because that's a great way to increase the population of Concussion City. Hij slaat zonder dolle slaat hij zijn tegenstander echt de ring uit. Zonder dolle slaat hij tegenstander de ring uit. Maar omdat het blijkbaar zo snel is gebeurd, is het ook ontzettend. Ik was ook geleden toen ik mijn hoofd zat hier aan de tijd. Ik was er geen in. 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 Johan, the next 5 minutes. Yes. Be ready, be ready. He is ready, he's born ready. Go, boy, go. Ce lovitură incredibil, superb, absolut superb. Dacă stai să te uiți puțin la tot, căutat de vreo 3-4 ori cu această lovitură de întoarce în burtă. Dar a dat mid-kick și acum a încercat direct high kick. Și olandezul s-a așteptat să dea tot în burtă, doar exact. Că de data s-a urcat. En Moussi heeft ook niet gewonnen. Să mai vină în galele profesioniste din România. Iată-l cum se mișcă, incredibil. Și totuși are în față un sportiv cu experiență. Iată, 2 pumni fără proteză în gură. Ik ben verslagen.
beste verliezen bij reis. N-a reușit să-l dărâme Chris Baia pe Amancio, iar Amancio i-a răspuns cu aceeași monedă, i-a prins piciorul și i-a făcut și o secerare până la urmă. Da, în prima repriză Amancio are un avantaj. Are un avantaj, clar, da. Îmi place stilul lui, este... Ja, dames en heren, terug in het hotel. Het gala is voorbij. We hebben afgetrapt met Lennart Blijt. Verloren punten, lichtjes. In mijn ogen hadden alle kanten op kunnen gaan. Helaas mocht niet baten. Gelijk kort daarna ging Lefoko Sarour. Lefoko Sarour heel mooi gevochten, technisch gevochten. Tweede ronde. Hij bleef low kicks maken. De jongen had geen zin meer. Hij had pijn aan zijn been. Kon ook niet meer op dit been staan. En Lefoko gewoon de tweede ronde op knock-out. Had hij hem eruit getrapt. Derde die ging, als ik het goed heb, ja, derde was Jan Kaffa. Helaas, voor de eerste keer in de geschiedenis heeft hij verloren. Hij is neergegaan op een achterwaartse trap. We hebben hier heel hard op getraind, op die achterwaartse trap, omdat we dat wisten. We wisten dat de specialiteit was van die tegenstander. Alleen hebben we niet rekening gehouden met die draaitrap naar het hoofd, dat is één. En twee, we hadden wel afgesproken dat bij die draaitrap dat we in zouden stappen naar de zijkant met die cross. Nou, het is natuurlijk een momentopname, is er niet van gekomen. Verder heeft hij het wel goed gedaan, hij was goed begonnen. Ja, helaas verloren dus, maar ja, we kunnen er niks anders meer van maken. Vervolgens vocht Jimmy. Van Sitjetong, Jimmy van Sitjetong, zwaargewicht. Hij woog 98 zijn tegenstander woog 103. En hij heeft gewonnen. Tegenstander kon niet meer verder, zijn arm was kapot. Nou, heel mooi. Daarna vocht Michael Tijdbom. Michael Tijdbom gelijk eerste ronde. Dominant gevochten, begon gelijk heel ijskoud. Hup, haalt zijn wenkbrauw open. Jongen mag niet verder vechten. En als laatste Chris Baia. Was een partij die over en weer ging. Hij vocht tegen een hele goede Romein. Een bekende vechter, komt er nu even niet 1, 2, 3 op zijn naam. Maar een hele goede vechter. En helaas, ja, het is en blijft een jury sport.
En ja, hij vond dus dat hij had gewonnen. En zij vonden dus dat dat niet het geval was. Dus helaas. Nu even snel douchen en dan gaan we nog even de stad in. Goedemorgen, fris en fruitig. Nee, niet. De day after, net wakker. Lijkt wel tijdbom. Vertel eens over je partij van gisteren. Ja, ik zat er lekker in. Ik wou gewoon met, ja... partij eigenlijk afsluiten met de KO, man. Wat is gebeurd? Technische KO dan. Ik wou... Wat wil je dan? Ik wou hem gewoon neerslaan. Maar bro, niet getreurd. Ik kon ook neergaan. Dus ik moet gewoon goed dankbaar zijn dat ik gewoon veilig uit de ring ben gekomen. En nu gewoon op naar de volgende, man. Ik heb gewonnen, dus dat is het belangrijkste. Mooie ervaring. Dus op naar de volgende gewoon, man. Niet getreurd. Lekker, man. Mensen winnen TKO, ze zijn niet tevreden. Begrijp niet. Ik begrijp niet. Mustafa! Mustafa! Mossie, vertel eens over jou, Fitty. Dit was een jongen en ik hoopte echt dat jij van hem zou winnen. Waarom? Deze jongen de hele tijd fucking stoer, gangster. En wat heb je met hem gedaan? Ik heb hem de ring uitgeslagen. Ja. En zij vonden dat dat niet eerlijk was. Ja. Dat hij de ring uitviel, vond ze dat ik niet de winst kon krijgen. Maar achteraf hebben wij duidelijk op de beelden kunnen zien. Jullie kunnen zelf oordelen, jullie kunnen kijken. En het zijn jullie. Ja. Wij zijn in ieder geval overtuigd. Ga nog even lekker ontbijten. Ik lach me dood. Twee vechters. Allebei zonder kleurscheuren er vanaf gekomen. Ja, niemand drukt op de lift. Ja, komt vanzelf. Hè? Jullie denken, jullie winnen één dag op knockout gelijk. Ik wil beelden. Ik ga voor jullie die beelden regelen, jongens. Kijk wat voor beelden hij heeft. Ja. Gelijk de gekste. Broer, ik ga een pakje eten. Ik moet mijn telefoon nemen. Even lekker ontbijt. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook lekker ontbijt. Rustig. Hoe is het dan? Ze hebben hem gisteren na een lang discussiëren uitgeroepen tot fighter of the evening. Wie? Wij, gewoon wij als team. Nee joh. De sensei ook. Oké. Hoe ja? Wil je nog wat vertellen over je partij? Ik ben nog niet hier, broer. Sorry. Het is ochtend, bro. Ik ben nog niet hier, man, mensen. Die man geeft plezier. Ja, dames en heren, dat was het einde van onze trippie. We zijn allemaal fris en fruitig, we hebben een leuke ervaring gehad. Ik zit in de bus en Michael, jij staat toch hier of niet? Terug naar de airport. Was dat niet? Alles gaat mee. Sen, was weer een geslaagde trip? Het was een... geslaagd, maar toch een beetje dubbel gevoel. Ja. Maar goed, het hoort er helaas allemaal bij. Inderdaad. Het is en blijft een jury-sport. Het kan altijd alle kanten op gaan. Maar we hebben gedaan waar we voor zijn gekomen. En we gaan nu weer terug. I feel like Al Pacino. Me only think about the hero. I just sold a couple kilo. Dan dada. Original dan dada. Dan 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 da da. Original dan da da. Dan da da. Original dan da da. Dan 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 da.